Nu is het pand nog grotendeels leeg. Alleen de begane grond is in gebruik met een tijdelijke winkel. Wij gaan met Alexander van Nimwegen, de nieuwe eigenaar van dit pand, een rondleiding krijgen door het pand. En hij gaat vertellen wat we hier allemaal de komende maanden zullen gaan zien. Het eerste waar we nu op aan het focussen zijn is eigenlijk om te kijken wat we aan de buitenkant zouden kunnen aanpassen. Nou, de Aalmarktkant is heel mooi, de Breestraatkant is heel mooi. Alleen het middengedeelte vind ik dit zelf een hele lelijke puist. En daarbovenop waar natuurlijk een soort veredelde bouwkeet staat. Dus we zijn nu wel in eerste instantie aan het kijken of we daar een heel mooi ontwerp op kunnen maken in één geheel. Als referentie bijvoorbeeld een beetje Tate Modern in Londen. Oud pand met daar nou, één universeel mooi modern ding op. Dus daar zijn we nu allerlei studies naar aan het doen. Dit wordt een van de eerste plekken waar het publiek weer terecht kan, hè? Ja, dat is nu begonnen al met de vintage een outlet kledingwinkel die op de begane grond zit. En we zijn nu aan het kijken naar invulling in de rest van het pand. En een van de dingen waar we zo snel mogelijk mee aan de slag willen, maar dat zit natuurlijk met de coronamaatregelen, is om weer boven horeca te gaan neerzetten. Zodat we in ieder geval weer dat pand lekker bruisend krijgen. En we die plek open gaan stellen voor het publiek. Zodat je naast het mooie uitzicht lekker kan eten en gaan drinken boven. Zolang er nog geen vaste invulling is voor het pand, kunnen er ook allerlei initiatieven terecht, hè? Ja, absoluut. Het moet weer gaan bruisen. Dus ik zou het leuk vinden als er initiatieven zijn die zeggen van hey, we zouden daar wat willen in dat pand. Wat bijvoorbeeld? Nou, ik heb bijvoorbeeld van de week al een rondleiding gegeven aan een theatergezelschap. Maar we zijn bijvoorbeeld ook in gesprek met organisaties zoals de European City of Science. We willen gewoon weer reuring in het pand hebben. Je weet een heleboel over het pand omdat je een keer meegelopen bent met een rondleiding. Ja, die wil je ook terugbrengen, hè? Ja, het was inderdaad zo dat van de zomer waren de open monumentendagen. En toen zag ik dat we ook hier een rondleiding deden. Dus toen heb ik gevraagd, mag ik meelopen? Ja, dat mag. En toen ben ik met een mevrouw meegelopen en die heeft allemaal hele leuke dingen over het pand verteld. Dus daar heb ik veel van geleerd en wat van onthouden. Dus dat is wel heel leuk. Dus ik vind het ook heel leuk om nog meer erin te duiken. Om te kijken wat er meer bijzondere dingen zijn aan het pand. Dus inderdaad op de website van Erfgoed Leiden om oude foto's te zoeken en dat soort dingen. Om nog meer gevoel erbij te krijgen, absoluut. Ja. We zijn in het woongedeelte aangeland, hè? Ja, als het woongedeelte is. Nee, dit is natuurlijk de hoek aan de helemaal andere kant, dus aan de Breestraatkant. En dit is wel een van de plekken waar wellicht een mooi appartement maken een mogelijkheid is. Ik vind dit er nu al mooi uitzien, zeg maar, met zo'n oude haard die er nog staat. Ja, dit is wel een mooi plekje. Absoluut. En hierboven wonen al mensen, hè? Hierboven zitten al appartementen, ja, klopt. Ja. Dus dat hoort erbij, ja, zeker. De hele stad vindt er wat van. Ik vind er wat van. De gemeente vindt er nu ook wat van. Maar mijn doel is, en ik denk dat wat dat betreft dat natuurlijk gaaf is dat zo'n pand in, laten we zeggen, Leidse handen blijft. Is dat, dat ik er meer belang bij heb dan een Excel-sheet. Dus ik zou het heel gaaf vinden als dit pand weer gaat bruisen en weer de trekpleister is die het vroeger was. Dat niet alleen het pand gaat bruisen, maar ook iedereen die er omheen zit met zijn winkel of zijn restaurant er baat bij heeft dat dit weer één grote gave plek gaat worden. Bij de Leidse dating-app Breeze kun je niet eerst chatten, maar ga je meteen met iemand wandelen. En dat blijkt een schot in de roos. Ja, we geven mensen een meeting point en zeggen, nou, jullie moeten elkaar daar om 3 uur. Ga samen een koffietje of een biertje halen en doe een wandeling. En we merken dat mensen dat toch wel veel leuker vinden dan in een café. Het is veel laagdrempeliger, je moet toch naar buiten, je wilt toch wandelen. Dus waarom niet een nieuw iemand ontmoeten tijdens zo'n wandeling? Jamin heeft een date. Behalve een profielfoto en een korte omschrijving weet hij niets van zijn date. Nee, nog niet. Helemaal niet, nog niet, geen contact gehad. Dus dat sprak me eigenlijk wel aan, Tinder en zo. Daar zit je natuurlijk eerst even te chatten, maar dat was meer een sollicitatieproces dan echt een datingschat. En dit is even wat spontaner, dus dat vond ik wel leuk. Datingcoach Charmaine ziet zeker voordelen van het wandeldateconcept. Zeker, ik ben daar echt absoluut een voorstander van. Ja, je zit niet tegenover elkaar, je hoeft niet elkaar de hele tijd in elkaars ogen aan te kijken. Je kan toch een beetje elkaar aanraken zonder dat het te awkward wordt. Dus ik vind het echt geniale uitvinding. Inmiddels hebben in Leiden meer dan 1000 singles een wandeldate gehad. De datingcoach heeft nog wel een goede tip voor de daters. Zeker ook bij mannen. Mannen willen altijd heel graag gaan voor die Barbie, maar dan zijn ze zelf dus nog geen Ken. En bij vrouwen is het soms net weer dus andersom, waardoor ze dus een foto plaatsen omdat ze wat onzekerder zijn van 10 jaar geleden. Maar dan zoek hetgene wat bij jou het beste past. Een automobilist is donderdagochtend rond 11 uur tegen een portiek van een woning aangereden in Oostgeest.
Politie, brandweer en ambulance werden gealarmeerd, maar beide inzittenden bleken medisch niks te mankeren. De bestuurder bleek na controle van de politie niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Het voertuig werd geborgen en de woningbouwvereniging gaat zorg dragen voor afhandeling van de schade aan de gevel van de woning en de hekjes buiten. Volgens mij voldoet dit protest aan alle COVID-regels. Dus, maar als we moeten stoppen, moeten we stoppen. Gebroeders de Nobel-directeur Ruud Visser organiseert zaterdag een protestoptreden op het dak van de poptempel. Ik vind het niet uit te leggen dat je met 300 man in een vliegtuig de hele planeet over mag vliegen en allerlei nieuwe variaties van het COVID-virus naar binnen mag brengen. Terwijl je in een popzaal, dat zou dan gevaarlijk zijn. Ik vind dat, we staan helemaal, de cultuursector staat achteraan de rij. Ik hoop dat het met dit soort protesten gaat veranderen. Goed verstopt achter het kantoor van Visser zit het inpandige dakterras waar de Leidse band Cosmic Debris zaterdag tussen 4 en 5 zal optreden. Dus er komt een riser, die tafel die hier staat, die gaat eruit. We gaan ongeveer zo hoog, denk ik, spelen. En dan kunnen we nog iets zien van wat er in de steeg ook gebeurt. Het wordt spannend, want ik heb hoogtevrees. Wat gaan jullie morgen spelen? Nou, we willen vooral eigenlijk onze eigen muziek spelen. We willen niet een statement maken met wat we spelen en wat we zingen. Want ik denk dat het belangrijker is om mensen te laten weten dat muziek moet blijven bestaan. En dat muziek ook actueel is en heel erg belangrijk is voor mensen. En wat nou als Lenferink morgen ingrijpt en het optreden toch niet doorgaat? Dat zou heel spijtig zijn, want het is maar een uurtje. Dus ja, dan mist Leiden een prachtige balkonscène. En die dwangsom van 4900 euro? Die dwangsom, ja, als we de dwangsom moeten betalen, dan beginnen we overwegen om een crowdfundingsactie te beginnen. En dan gaan we daar ook nog proberen de nodige promotie uit te halen voor ons protest. Dus het lijkt mij, maar ik hoop dat dat niet nodig is.